Ik raad de methode Design Thinking aan aan zowel zorginstellingen als ook andere ROC's, omdat je op deze manier vanuit het eindgebruikersperspectief, patiënten, cliënten, door middel van de frisse en praktische blik van onze MBO-studenten tot echte oplossingen komt waar iedereen wat aan heeft. De aanleiding was dat we 4 jaar geleden als Drenthe College een practoraat zijn gestart. En een practoraat is net zoals een lectoraat en ook een onderzoeksgroep aan de universiteit een plek waar je onderzoek doet, maar dat is vrij nieuw voor het MBO. En als practor in een practoraat krijg je 2 doelen mee. Enerzijds je inhoudelijke opdracht, iets doen in ons geval met zorg en technologie. Aan de andere kant, en dat is het voornaamste, onze studenten ook meenemen in het doen van onderzoek. Daar hebben we design thinking voor gekozen, omdat dat de beste methode blijkt te zijn. En toen we dat ook nog konden toepassen in een context als ziekenhuizen, die heel veel vragen, inspiratie geven voor onze studenten, nou, kwamen heel veel plekken bij elkaar. Design thinking is een manier, in mijn beleving, om verwondering en nieuwsgierigheid handen en voeten te geven. Vanuit inleven in die eindgebruiker kom je achter allerlei informatie die speelt bij die eindgebruiker. En aan de hand van het inleven kun je ook achterhalen wat is nou precies die vraag die eindgebruiker heeft. En design thinking levert daar gewoon de bouwstenen voor letterlijk. Dus in 5 stappen vanuit empathize naar define naar ideate en uiteindelijk een prototype kiezen wat je gaat gebruiken, kunnen we die verwondering ook echt omzetten in concrete actie. Bij ons gaan de studenten in de praktijk aan de slag met een vraagstuk vanuit het ziekenhuis, van de verschillende afdelingen. Ze gaan dat hele vraagstuk eigenlijk binnenstebuiten keren, de deskundigen van de afdeling bevragen, de eindgebruiker goed in beeld brengen. En dan gaan ze stap voor stap met die methode design thinking, gaan ze toe naar een oplossing van dat knelpunt. We hebben een paar vragen gekregen. En dan te kijken, nou, wat hoort er allemaal bij, zoals laaggeletterdheid en ouderen. Hoe gaan die bijvoorbeeld met computers om? En daar moeten we echt onderzoek aan gaan doen, voordat we die vraag kunnen beantwoorden. De kern van de methode is eigenlijk tot stand gekomen doordat we een collega hadden die aan een hogeschool met design thinking heeft gewerkt. En in die stappen van design thinking zag ik eigenlijk de stappen van onderzoek doen, die ik zelf ook ooit heb aangeleerd gekregen aan de universiteit, terug. En op die manier dacht ik van, nou ja, daar ga ik me in verdiepen. Dus ik heb mijn literatuur bekeken en toen zag ik, ja, dit heeft echt effect ook voor onze praktische ingestelde studenten. Deze methode biedt gewoon eigenlijk heel natuurlijk een laagdrempelige instap. Ga je eerst maar eens lekker verdiepen in die eindgebruiker. Zodra ze aan het brainstormen zijn en met dat prototype bezig zijn, dan zie je dat ze er zo in zitten. Dan wordt het ook echt hun onderzoek. Zij worden echt eigenaar van uiteindelijk hun eindproduct. Als we in termen van resultaten redeneren, dan zijn dat er 3. De eerste die ik het allerbelangrijkste vind, is dat het een verrijking is voor onze studenten. En ze zitten in een echte setting te werken aan iets wat ze kunnen verbeteren. Het tweede is dat het werkveld er natuurlijk ook wat aan heeft. Want jonge mensen die met een praktische en frisse blik gaan kijken hoe dingen anders kunnen. Ja, daar heb je natuurlijk als instelling ook wat aan, zeker ziekenhuizen. En als derde is dat je als docenten met elkaar kan samenwerken om op een of andere manier een nieuwe onderwijsmethode ook toe te passen. Dus ik vind die samenwerking ook hartstikke mooi met docenten in dit geval om dat voor elkaar te krijgen.